deze tentoonstelling in de keunekapel blikken we naar schilder- en keramiekkunst van Martina Träger, die de toeschouwer bekoren. Dames en heren, welkom. U zult verwonderd zijn van die werken buiten. En wel, ik ga u zeggen waarom. Hier zal er binnenkort een film gedraaid worden van de oorlog 1410 en de voorlengde loopkracht. Want Martin G. wordt net gefilmd in Oostende, dus wij moeten toch ook iets doen en eerbied voor de gevangenen sneuvelden van de vorige oorlog. En onze kunstenares heeft een Duitse naam. Eerst gevraagd stukje in Nederland. Maar kijk, intieme kleuren en dan plotseling komt ze met vallen. Voilà. En ik ben zeer content verheugd ook dat onze directeur, ons hoofd van de dienst cultuur hier is. Normaal is Valerie hier, die de functionaris is, cultuurfunctionaris voor tentoonstelling. Maar we hebben het hoofd van cultuur bij ons en we zeggen, dit verjongde een beetje het gezelschap. Alhoewel, en dat wil ik dan eens zeggen, maar een beetje zo, zien wij het toch allemaal beter en frisser en zo. Als ik kan niet zien staan, dat is een jong meisje. En Marie-Jeanne heeft zich helemaal in het blauw gezet. En ik wil ons cliënteel die hier altijd komt, bedanken. We zijn niet meer van de jongste, maar we zijn toch, we behoren tot de cultuurdragers van de gemeente. Is deze tentoonstelling geopend en kunnen we vragen aan onze lieve dames, ze zijn er met twee, Martin en Madi. Ik weet ondertussen dat Martin een harde supporter is van Ploeg. Volop. Thanks.